dan op bezoek bij Monique. Ze is 11. De vaste part, die kan ik dan niet opnemen. Ja, ja. Een licht huisje, hè? Dat is van de merk, hè, joh. Ik heb een plant van de raam. Ja, ik vind het zo wit wel mooi, dat je huis gewoon met je licht door. Ja, als het dan donker zou zijn. Oh, dat is ook goed, ja. Dat is vooral. Ja, dat kijkt ook. Ja, de deur kijken van, oh nee, dit wordt van jou. Ja, ik denk wel te beginnen, joh. Hier moeten we beginnen. Oh ja. En dan weet ik nog niet dat die goeie. Ik ben dus nou ook een keer zeven. Ja, 8 juli. 8 juli van. 8 juli is het. Is dit 2 maanden, 10 weken. Mooi ja. Nou, die hebben wel iets makkelijks gekregen met drukkers, zeg maar. Vullen je te slapen, we. Lekker slapen, hè. En groeien. En groot weer, hè. Maar ik ga ook eens aan het luien. Hé. Hey. Had hier wel een heel ruig beestenpak gekregen. Allemaal beesten erop. Ruige wilde beesten. Ja, die zegt dat. Die heb ik gekregen van Zanetti en. Nee, die? Ja. Zondag. Dit is kast van ja, de witte. Of de broen geweest toen ik toen weer dat. Oh, dat, dit zijn de kindjes die bij die handdoeken in de nog staan volgens mij. Gebruik hoor. Ja. Hey. Ja. Alle geluidjes voor je, hè? Ja, ja. Ja, jong. En of dat lekker is. Ja, ik weet niet of dat lekker is. Kom bij. Ja, dat goed mee. Nee, dat. Dat is alles. Maar ik moet bekijken dat omdat het klein is, relatief klein, dat je het licht gauw en. Heel goed. Zo eng. Die pakt wel de fles zelf, hè? Kijk maar. Dus als je. Maar dat is het. Ik aan het werk doen, want ik ben zo hard misschien. Nee, doe je dat niet? Doe je dat niet? Doe je dat niet? Nee. Wat? Dat die mama nou de huur gaat, hè? Ja, ja. Nou, wel, hè? Kijk nou staan de munken Ian met de verders, want Mirjam die gaat er al in van, wat is alles Johnny? Ja. Dat is geen gemakkelijk meer. Ja, dat vonden we weer leuk. Ja, Kruisengel 3, zei hij. Ja, hier. Dit moet de woning zijn. Dus dat was het eerste huis? Ja. Pieter. Geen maar heel langzaam. Een mooie kastanjeboom voor de deur. Ja, ja, dat is een mooie. Hier, ik zit er toch aan te filmen. Deze helft hadden wij en hier woonde Van den Berg.
Geen last van buren of maar zo. Maar de kerk... Ja. Hier heb ik bij mam Geurt in pensioen gezeten voordat we trouwden. Dat goed werd gebouwd? Ja, ja. Dat was een bakkerij. Een dat is Oudbergen, zei hij. Dit is Oudbergen. Ja, Nieuwbergen ligt aan de andere kant. Ja, daar wonen mensen. Of de Waal? Ja, dat is de Waal. Aan die kant liggen de centrale. Ben je gereden net over de Waal? Ja. Dit is Lent. Fruitbeske. Appel en bongertje in Lent. Maar kijk hier, die kisten. Nee, moeten we niet doen. We moeten rechtsaf. Verdomd dat niet waar. Dit is Ghent. Nou. Dit is Ghent, ja. Het onderste tekentje wat erbij staat. Nee. Dus dit is bekend terrein. Zeg mee. Koetjes. Koeien erbij. Die kan brengen. Ja. Van de Betuwe zei hij nou de... Nou dat... Dat is Groessen, aan de uiterwaarde, hè? Ja. Dus het is een echte diek, heb je al de Rhine of... Ja, de Rhine in dit geval. Natuurlijk, maar dat deze hoog genoeg is en sterk genoeg. Kost Jan Pot alweer. Stiermerken. Ja, ja. Zo'n schilderij. Ja, zeker. Er staat een oud kasteelje naar weer. Die rivierenlandschap. Hey? Ik denk niet dat het oud is. Is dit pas Angeren? Angeren. Die liggen heel lekker, zo'n koeien waar. Knotwilligen hebben de weg. Is dat Huissen? Dat is Huissen, ja. Dus het is een diek van 1000 jaar met de zowegskeer? Ja, 900 jaar denk ik, hè. Waai, kolen. Waai, ja. De waai is eigenlijk... Dominicanenklooster. Ja. En die hadden een klein abbeetje, dat paste mij. En ja, ja, dat deed ik in mee in Groessen in een of ander spel. Pont op. Ze staat er niet bij. Nee. Maar die gaat wel heen. Hè? Ja. Hier ben ik een aantal jaren gefietst. De Tammerschool, hè? Doe eens keer links. Nee, dat. Nee. Nee. Wat is dit? Een gierpont. Die bootjes horen daarbij. Ja. En die zit met een kabel daarginder vast. En wat hij nou doet is, nou legt hij de pont scheef. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, dus en dan stroom, pak je de kabel. De stroom komt van die kant. En als hij de pont nou zo legt, duwt hij hem naar die kant. Als hij de pont zo legt, dus die draait die pont een beetje heen en weer. Dus er zit geen motor op. Dat is gewoon door de stroming. Gaat er, maar hij moet wachten op de... Hij moet wachten op schepen, denk ik. Omdat hij geen motor heeft, moet hij wachten, want die boot gaat stroom op, hè. En die pont, die kan dus niks. Die moet... die is afhankelijk van de stroom, en dus die durft dan niet te gaan. En dan wonen de mensen dan nog op de boot. Oh ja. En die schepen die moeten dat in de gaten hebben, die gaan nou aan deze kant van de kabel langs, snap je? Terug weer in het water. Ja, in de winter is het ook kaal en bar en wijn en kool. Kijk, daar komt er. Zie dat die nou zo scheef ligt? Ja. En nou direct, dan draait hij hem met die twee kabels en dan laat hij hem zo tegen de kant op. Van met stroom af of hierbij. Oeps. Dus zo ging hij vroeger met de fiets al door. Oh ja. Ik heb een nog eens een keer naar zijn geboortestreek kijken. Ja. Het oude gebied. Die is
ze opgepakt hebben en neergeschoten. Ja. Die wonen daarmee. Dat is die en dat loog. Dat heb je meerdere keren geweest. Ja. Nee, daar is die. Daar wonen die. Ja, die hadden hier natuurlijk makkelijk aanleg met schippers en zo, weet je wel. Scharrelt over deze weg. Geen met een tractor. Maar ja, ik zeg zand en grind halen en dan moest je het water over. Alle wijsjes. Oh ja. In de middeleeuws, hè. Daar groeien ze bij. Wat is er eigenlijk in die? Oeps. Maar wij kwamen van die kant van Angeren, dat is tegenover hier, hè. Van Angeren naar Huissen, nou. Hangen, hé, hey, inblik. Ja. Veel schaapjes, ja. Middelwater, hè? Tussen de rivier en de diek in, ja. Dat is een waai. Dit is een waai, ja. Zo'n kolk. Ja. En zo liggen er dus... Van hier naar Groessen nog een paar. Je hebt pauze na middagpap, ja. Heel apart. Dat moet het oude kasteeltje, het loo zijn. Maar daar is niks meer van over, zie ik. Daar komt de naam aan, kasteel het loo. Mm-hmm. Ja, niet bij Abel. Tussen die. Ik dacht dat daar vroeger een torentje stond, maar... Weg. Het is pas een dik af. Hier woont een oom van Thea. In de Liekweg, ja. Liekweg? Mm. Lijkweg? Ja. Ik ben Jan Derksen. Jan Derksen, ja. Oh, een vriendje. Ja. Dus hier hebben jullie gewoond, op ja, de Duitse? Ja. Ja, dat is nou... En de straatnaam is veranderd? Helemaal veranderd. Nee, de Dorpstraat, dat klopt nog. Bakkeren van Groningen. Dus dat was toen ook? Dat was toen ook. Dorpstraat? Nee, daar is wel. Ja, ik wil hem weer terugzetten. Ben je om mijn neef? Dit was om mijn neef, ja. Dan moet ik hem... Waar moet ik hem nou neerzetten? Hier achterom, denk ik. Ja, nou weet je wat? Gauw ruilen en dan verkopen. En dan kun je al... Ja, maar dan ben je daar niet op uit, niet, hè? Nee. Dat was ook zijn intentie niet. En toen zei Marie, ja, dus vallen de peren niet verder. Nee, nee. Je hebt dus bloemen aan het kopen in de Dorpstraat. De Bloemberg, de oude stek. Dat is wel grappig nog een keer. Zo, er zit dan aan de kerk Hoester wel, de pastorie. Ja, pastorie. Eigenlijk een enorme kerk. De kerk. Architect Valk heeft die ontworpen. Het is een kruiskerk, hè? Veel spikkels regen. Ja, een pikkeltje. Dat is een het, het oudste gedeelte kun je dan even brengen. Dat onderste stuk van die toren daar rondom die ingang, dat is heel oud. Dat is van 900. Ja, zo'n 1100, 900 jaar oud dacht ik. 900 jaar oud. Daar stond een bordje bij ook van monumentenzorg. Oh, daar heb ik het gemist. Ja, 1 uur. Ja. En een meer. PJC in Groessen terug, ja. Hè? Rustig, ja. Rustig. Dat is niet rustig. Ja, wat? Bij kerken altijd. Ja, hoe langer doen? Links van de deur en... Die steen. Ja. En door rechts, dat kun je zien. Dat is het originele oude. Dat kun je nog zien. Ja, er zal misschien binnen nog iets meer te zien zijn. Maar, ja. De regenspetters op waar meester Berends bij Joke geweest is. Ja. Ja. En hiernaast woont meester De Wit. Zie je?
is dat kinderrestaurantje. Maar je wil weten wat hij is geboren. We zouden nog een keer vragen of hij die muziek had, weet je nou. Welke muziek? Ja, van die beroemde mis van Kuiper. Oh. Het is zo donker, dat vind ik nauwelijks. Moet ook draaien. Dan. Hier woonde, ik weet niet wie hier zit tegenwoordig. Hier woonde vroeger die man waar ik van zei dat hij met één hand met twee handen spijkers om kon buigen. Joop Schuurman. Maar ook al rechts. Dus de rijspaarden leegs komen eerst dan hebben? Ja, hierachter staat hij toch. Dus de paarden. Tuinderij, Aaldrij. De nachtegaal. Ja, tenminste, dat denk ik wel. Ik weet niet of het die was, nee. Dus het is de grens. Horst is even maar. Dat is de grens, ja. Met zo'n bizarre wel echt in Nederland, ja. Ja, zegt dat wel. Dat is er wel echt op vakantie, hè? Oeh, dat stokt, nou wat. Zevenaar. Ja, dat is Zevenaar, hier midden voor. Ik hoef niet weg te gaan. Dat is de Buitenmuil. Gerrit van de Buitenmuil. Oh, we zien net op Pieter, dat zijn keer. En daar, de jonge Jan Willemsen had het erover, waar... Leida woonde, ja. Die woont hier. En echt? Ja. Het Meurdehoes. Wil je nog wel eens in? Nee, dat denk ik als hij daar gewoond had. Jan Derksen, een klasgenootje. Hè? Ja, dat was. Maar met name omdat later ging hij niet mee naar school. En toen zijn we dus het contact wat verloren. Vaak. Ja. Wat nou te koop is, blijkbaar. Schat dat? Nee? Stoeken in die wegen allemaal. Ja. Ja, dat zijn nog wel leuke pleintjes zo, hoor. Ja, ja, dat heb je in die oude plaatsen, hè? Ja, ja. Er liggen nog wel leuke panden. Natuurlijk. Een ATB en kerk. Hoeveel dagen was dat rustig op? Net het hoesje aan. Tweede. Waar zit ik in die gang? Waar zit ik in die gang? Ik zie het erin. Ja, en jou hebben we haar kiezen voor op zitten. Ja, ja, dat helpt. Dat helpt wel. Dat hebben we toegezegd gefietst met Jan. Hè? Dat verwennen wij, hè? Hoeveel woorden ging gisteravond? Zullen we net zeggen wat? Bijna 81. Ik zou wel eens inzoomen, ja, dat klopt. Mmm, wat? Ga je zeven wat toe? Die werden als nieuw die pak. Ga je zeven wat toe, wat hoor? Kijk, nou ben je in beeld. De vrouw van een tuinder. Gepensioneerde nacht. Zonder bloemkool. Paar bloemkool, ja. En als de bloemkool niet doet, dan hebben ze ook nog paddenstof. Dan vingen ze een champignon, ja. Ja. Ja, dat is een trots op die je echt goed op zo'n koe. En die dan? Dat is net, je zegt van een meisjesvat, maar dat is net een vat van een meisjes. Ja, dat is zuur. Dat is wat laag. Maak ze vat. Ja, laag een beetje smel heb. Ja, trek ze maar mooi in bier. Je kunt toch lachen? Ja. Ik heb hem niet gemaakt. Een kruising zo, een schoonzoon en een champignons en een paar dochters. En dan is een papa toch, maar dan heeft iemand te koop gestuurd. Ja. Was toch nog de omdraai. Wat was ik denk in de web-overtrek? Oh, van het web, ja.
het hoefde niet. Ja, ik ga maar reeds zien. Onder de stuurmachine in, hè? Ja. Wat is dit dan in? Nou, bier, zeg eens wat. Hè? En met een haan moet kraaien. Die batterij, die fles daar weer. Ja, obstructie. Dat is dit net te laat. Die blijft toch aan het draaien. Dat zegt hij, hoeft niet te doen, zei hij, want... Ja, nou heet die kraaien zin, dan moet je de champignons aan het wegkrabbelen doen. Ja, niet tussen. Niet tussen, hè? Oh, nee, dat moet er wel bij. Ja, dat is het. Niet van daar geldt je bij jou. Moet de vaas halen, hè? Alle weg in vaas. Dat zien ze. Dat is ook niet dat je wel, de wiebelt. Ja, meid. Dat is een aardige oogst, waar. Dat heb je nog voor 3 maanden, voor 4 maanden. Dat zie je voor. En er stond nog hier, die mensen eerst mee te brengen. Maar de soorten hier, en de kleine en door, die soort maar vaas. Ja. Deze kan je kort zien. Ja. Wat zijn de hennen door mee doen? Bij ons de eekhoorn, zei het. Zo is dat prachtig. Ja, dat is mooi. Mooi weefsel. Ja, en dat is net tempex. Dat is een paap met de krummels. Ja, dat ligt er nog hier. Ja. Ja, maar kan je dit in zo, want dan heb ik dat niet in. Daar is de Michelsberg. Nou, niet meer natuurlijk. Dan zie je alleen maar boven. Dat is wat mooier. Dat is het torentje van de Michelsberg hier. Hier, ja, Eifel. Het regent, de zon scheen waar. Ja, zo weer. Ja. Ik zal maar even kijken, niet als het weer eigenlijk. En daaronder in dat dal, ja, ik bedoel wel naar beneden, maar weet jij dan even de Hofstraat? Sjeerstraatse. Ja. Die had in je oogje, no? Die ja, die hebben we, ja. Dat is een beetje. Je ziet niet die namen nogmaals die Latijn is, maar ik heb geen tijd gehad om alle buurten. Dat zal ik ons niet geven. Heb je dat ook? Da kann man nicht mehr springen. Wir haben natürlich geguckt, was da was passiert ist, aber da von so Georgia. Auf Saterdagmiddag bei Achim thuis in den Tuin. Das ist schön, ne? Sagt er drei Pokémon. So wie bei uns. Met zijn tuin, met een hobby, alle mogelijke plantjes ook. Nee. Ik weet niet meer hoe het plaatsje precies heet. Heb je die gezien? Nee, ik zie hier ook niet. Ja, dat is wegen. Wanneer staat een ander bruisje? Hast du gehört, die haben für die Brief. Ich habe auch gedacht. Oh ja, die waren das so. Das war in einem sehr reinen Englisch sogar. Ich habe den Brief gekriegt, da haben die angerufen, kommt hier mit der Schwester. Ja, weil das letzte Mal mit den beiden deutschen Jungs, das war ja so gemütlich. Oh, die haben einen Brief gekriegt auf Englisch. Aber es ist der Kanzler. Und die haben nur 28 Fehler gezählt. Nee, ganz so lange dran gearbeitet. Ja, wollte ich gerade sagen, es ist ja wirklich ein Mammutwerk. Ja, ich meine, das sollte ja auch. Ja, das ist immer, wenn ich auf Deutsch schreibe, denke ich, ach, Marlene versteht das sowieso. Ja. Die Leute schon sagen, wir haben schon Weihnachten. Nur wir singen noch nicht. Ich mache nicht.
gefahren ist, die auch rauszukriegen. Ne? Ja, ja, eben. Die kann, die kriege ich gar nicht mehr. Ja, man kann ja, die direkt rausholen sollen. Ja, die sind ja schon 4 Jahre jetzt im September. September mit Kind. Und dann ist das ja alles schon alt. Wie die Ostern sagt, Weihnachten gibt es kein Gedeck. Ne? Nee, nee. Nein, nein. Dann ist Januarwoche Osterhasen. Ich sehe Januarwoche. Nee, lieber nicht. Sie nachher selbst noch gefährdet. Lieber nicht. Ja? 14 Tage. Hey, das ist und dann nicht zu Kätzchen da unten. Hey, gehst du mit nach Amerika? Ja? Ja, du kommst auf mich zu. Okay, oh. Doch nicht. Ja, bist du mit? In die USA? Heute haben wir unseren Sonntag. Ja. Das ist ein Moment. Ja, ja. Und dann hätte ich nur einen Zuschauer. Ja, letzte Woche, ja, das ist doch. Ich habe den Hof fertig gemacht. Ja. Ach, bitte, das ist gar nicht schlecht. Und da wollte ich einen Plastik. Das ist ein komischer Gassen. Dann gaan we naar het Openluchtmuseum. Zijn we. Ja. Vrachtwerkbouw. Ja, so ungefähr. Ja. Nein, so ein Huhn noch auf der Schule. Da sind die Hühner da schon da. Ja, ja. Da kann man die Eigentümer. Was dann? Ich warte auf den Bus-Papier. Die Straßenbahn. Alte Marie. Ich hab's auch schon gelernt, sonst. Die kleine Wette ist auch noch durch. Ja. Krass. Das ist genau hier. Das ist noch größer. Das ist schön. Das ist nicht ganz. Das ist noch hoger, denn ihr denkt, das ist für Becky und John. Drei hoch. Ja. So schlimm ist es doch nicht. Stehen die doch alle mal noch in der Nase. Die Farmen heutzutage stinken mehr. Die kann man ja hier nicht mehr bauen. Bitte Kennung. Ich stinke wie im Schweinestall. Ist ja auch ein Kleid. Irene, jetzt hast du sie was gemacht. Ja. Ja, das hab ich doch. Hier, geht der Schuh, da hat der Katze holen. Ja, genau. Mit ihrer Nase sind. Mensch! Guck mal da. Wir haben die Schweine direkt hinterm Haus. Die haben direkt am Haus gehüllt. Nein, da war es eine saubere. Du brauchst doch deine Schuhe im Bauch. Nee, ich hab. Katze, Jungs, ich hab mich schon. Guck mal! Stopp, los. Einmal reinstellen. Ja. Oder da, dieses Teil dann. Ja. Ein ander vlechterij. Ich
Ja, dat zijn de molen. Weliswaar niet in Nederland, maar. Ob da eine Jahreszahl dran steht. Da unten, da. Was steht da? 90. Ey, die sind abgehakt. 1790. Da sind noch Hände da oben. Ja, Hände. Kopf, Hände, oh. Füße, Kopf. Das Herz. 1790, ja, ja. Das sind die Überlinge. Das sind die ganzen Symbole, die damit zusammenhängen. Ne? Mhm. Ja, und nicht den ganzen Körper, nur den Kopf, die Hände und die Füße. Das Herz. Ja. Durch die Seite, das Schwert, und dann die drei Nägel, ja. Dann hier die Silberlinge sind dabei, dann hier das, der Rock, ja, ja, ja. Das ist der Hahn. Ja. Und da unten, was soll das sein? Was? Wo? Unter den Hahn. Unter den Hahn da oben. Das links. Ist die Säule, wo er gemacht hat, wurde. Festgebunden. Was ist denn das, was ist denn das unter dem Schwert? So, so links unter dem Herz. Ja. Das ist okay. Ach, jetzt ja richtig. Ja, ja. Das ist der Abend. Ja, richtig. Ja, das Blut. Ja, ja, das Blut läuft drin. Ja, verdoppelt. Das ist verdoppelt die Wurf. Ja, was ja, über die. Gewand. Ja. Die Füße. Und Achim. Nee. Das ist Ego. Das war auch weg. Das habe ich dabei für Tante Mille, die ganzen Beine. Ja, ja. 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 Achso, hier. Von Knorr. Ja. Bitte. Ich komme nicht von Tante Mille. Richtige Muttermilch. Muttermilch, das haben nur die Leute. Richtig, mal so. Hier, Wurste. Hier. Klatsch jetzt aber raus, hier, Freund. Die Niki. Die Niki, der Niki. Unsere Niki. Haben wir die ganze Familie hier zusammen? Nee, der Markus. Der Markus ist nicht da. Der Markus ist nicht da. Das ist ja meine schöne Klasse und der. Ja, das ist ja auch das eine Tasse Kaffee. Ich habe mich nachher gedacht, ich hatte es ja nicht draufgeschrieben. Ich hatte ja nur an Marie und Pieter Wedder geschrieben. Aber wenn die Straße und Horst stimmt, wo soll denn anders hinkommen? Zum Wohle. Zum Wohle. Ja, zum Wohle. Oh, ja. Zum Wohle. Zum Wohl. Zum Wohl. Da ist nur eine schöne Farbe. Liegen Schmerz von Marienkiefer noch wird. Das wird meiner. Darf doch. Das hat der Achim doch gesagt. Nicht zu nah dran. Da sieht man meine Pickel. Oh, der andere Mann. Das war ganz komisch. Schaut ihr mal. Ja, ja, natürlich. Ja, ja, Peter. Na, ja, zu der Veranda, das ist hier der. Ist wieder ein anderer wie hier, ja? Nee. Das ist das gleiche, aber weiter weg. Ja. Ja. Das ist die, die Vordertür. Mhm. Das ist auch ein bisschen weiter weg. Mhm. Und das ist von Flur. Flur, ja. Das ist auch keine echte. Nee, im Flur. Das geht nicht. Nee, hält sie auch nicht. Oh, das geht aber weit. Ups. Das geht ein Türmchen. Das ist mehr als ein paar Brille.
dus nog. Ja, van Basel richting Rijnvelden is dat hier erin. Hè? Rijnvelden, Frink. Ja, waar zoeven we ergens? Zeg je mee? Ik zeg, waar zoeven we ergens, zomaar. Wat wil hier zo zeggen, hoor? Dat spreekt van zichzelf, hè? Nog een vergaas, hè? Ik denk van hier is al. Mariet bij Barbara aan frustig. Ongeveer. Dat is zo mooi. Ja, het is goed, ja. Moet ja, ons. Zo mooi. Maar eens bekijken. Hè. Ja, dit is een heerlijk huis. Hè. Die Barbara ook iets beter aan. Hè. Ah ja, wenn ich 80 bin und weiß ich was. Ja, ja. Klapprig und. Ja, man weiß ja nicht, wie klar man wird. Wie der Vater, ja. Ja. Ah ja, das ist wahr. Das soll man nicht vergessen, er ist schon 80 und ist noch 81. Nicht 81. Ja. Hast du, mein Vater ist 74, da bin ich mehr an, weil 75. Ja, ja. Das heißt von Max und Barbara. In Waldstadt. Hier ist er. In den Bergen. Heel mooi gelegen.
dat daarboven zou de centies wel eens kunnen zijn. Ik denk het wel eigenlijk. Ja, ik denk dat dat de centies is. Ik denk het haast wel. Hier in de verte hoor je de koeien. Mooi landschap. Zo typisch. Dit is mooi, een dubbele oleander. Heel lief. Heel apart. Het is een Corellanus, hè? Deze? Ja. Kurkentrekker noemen ze die hier. Ja, dat zijn de leberrozen. Ja, een roosje, hè? Ja. Vraag. Pieter, wie mag dat wensen? Wie schaft dat? Brengt zo alle mogelijke planten mee, wie mag dat? Oké. Aber erom, heb ik den Mut erfeld? Ja. Restaurant Bierquelle. Bierquelle, een restaurant in de buurt van Wallstadt daar. Ja, ja. Hier is het maar zat, hè? Ja. Mooi die bloemen, hè? Hier is ook van die bloemen, hè? Dat is leuk. Ja, dat is koeienlawaai, hè? De belhamel. Ja, op de achtergrond hoor je Barbara praten. Dit is zo'n kratje aan de voordeur, zoals we dat graag hebben. Ja, nogmaals, de centies. Hè. Daar zijn we nog alles geweest, daarboven. Heel mooi, er is wat sneeuw zo hier en daar. Hoogste punt. Het landschap hoort natuurlijk dat het geluid van die koebellen. Het huis van de Koens. Het vooraan heeft de garage. Rij daar naar boven. En het plaatsje Wallstadt. Schwendli. Daar wonen Barbara en Max. Daar zo. Rood huis. Mooie balkons. Midden in het weiland eigenlijk. En de buren. Boerderij met veel geraniums. En daar is nog een andere buurman. Zullen de laken een pak. Geranium.
Ja, daarboven sliepen wij ergens. Ja, een richtige Zwitserse rathuis vind ik hier. Maar je kunt natuurlijk ook zeggen, in Zwitserland en Oostenrijk, daar heb je geraniums voor de ramen. We zitten dan in de appelcel. Een mooi huis toch. Ja, het oude van. Auto kwam van Piet. Het is niet lijn gekomen, ja. Daar zit hij dan in een appelcel in de Alpen. Ik ben zoals rond gehad op dat plein. Dat is een bonte huis, ja. Ja? Een tonaal bank, hè? De achternaag is. Dan zag dat groen. Dat hout daar met die rode geraniums, dat is leuk. Met die. Ja, een boom ervoor. Dat is oud. Oei, ja. Zoiets. Het is al veel oud, zie. Hey. Want dat vind ik zo leuk, de mosjes te ben kort. Wat wij vroeger in de melk deden, hoe heet dat? Anijs? Ja, zo'n kerk. Kijk, zo'n knopje eraan. Ah. Zie je dat? Wie is dat, ja. Ik kan toch niet goed heel denken op de film. Voor je wel. Ja? Had ik wat weer moeten zien. Had. Een oude bokkenwagen. En hier de pumpkin en de mof. Dat is wel mooi. Daar hebben we wel eens koffie gedronken in het restaurant. Hier links. Dat is linker, ja. Bekkerij. Naar beneden komen, nou, dan raken ze die mooie. Normaal hebben ze gewoon een niet zo mooie band. Het is wel te mooi gemaakt. Ja, ja. Als je bij het winkel hebt, zit je. Ja, ja. Dat is ook zo apart, ja, dat hoes. Ik heb wat de maalte. Mooi hoor. Ik zie dat hier boven staat. Hè? Ik zie dat hier op staat. Boerenhandwerk. Waar? Staat hier. Ja. Zwitserland is goedkoop, hè? Ja, $3.50 voor een koekje. $3.50. Ja. Veld Biberli. Biberli kopen. Ja, dat kunnen we zien als Biberli. Veld. Ja. Ik zal hem even op zee laten zien. Hier. Ja, daar zit wat erin. Ja. You get what you pay for. Oh ja, yeah, you get what you pay for. Ja, ja, ja. Ja. En dan? Jongen. Is er koffie? Dit is net zo veel, hè. Die is ook $2.75. Ja. Ja, het is dan een leuk restaurantje zo, maar... Zit er alles in of moet het er vanuit? Okay.
dus. 13 kilometer door een tunnel en dan komen we bij de Zonderhoed. Ja. Richting Innsbruck. Dat was dus de Aalberg-tunnel, hè? Aalberg, ja. Ja, 13.900 meter. Bijna 14 kilometer lang. Ja, dat is te gek. Ja, mooi. Er ligt veel sneeuw bovenin, zeg je. Dat ligt er denk ik wel het ganse jaar door. Maar... sokken op de hemel. Ja. We waren net door de 14 op in. Je kunt de rivier oppakken. Ik denk ze kunnen in varen of zwemmen, maar allemaal vol Horticaïa. Een hele oude. Bogen eroverheen. Hele wilde keien. Ik geloof me in de winter of in de lente dat dat lelijk. Hele ouderwetse dingen of wat zijn dat? Of koop. Ik kom hier door strengen. Ja, zo horen. Ja, dat is wel. Nou is het nog mooi, maar van de winter die mensen. En zomers met al die drukte van die toeristen, daar is iedereen in even op. Sneeuw, ja. Ja, dat is prachtig waar zo dat streek ligt over de berg. Er is een halve brug over, zo'n ventje. Het is mooi als het mooi weer is en de herfstkleur begint een beetje. En daar liggen daar wel zo'n huskes, zo hoort men hier. Overweld, ja. Ja, zo'n wesjes die zo naar boven slingen. Dat was het wel geld, dat komen we bij de grond. Zo geeft dat hij de ganse tijd was. Meerdere. Nee, dus, ja, dat is toch wat. Hier allemaal zo'n tonnen dingen. Half erdoor. Bovenop dat puntje in de hoofdwiller dus. Nou, een kader geven. Zich dat vroeger mooi. Kijk hier. Ja, want hier moest iedereen door die brug. Ja. En dan werd hij de halve weg aangehouden en dan moest je de zakken liggen maken. Kerksken in de dam. En daarboven zat Roofridder dus. Het is toch zo ruig, ja. Ja, dan komen we naar binnen. Door die pukkels. Een stuk van oude banaan dus. Wat er ergens wat is, maar het is best mooi wel. Ja,
Liemers. Binnendoor naar Innsbruck. Zo zijn de Dolomieten al laat rood, maar die zien zo kaal. Ik zeg wat. Ja, dat is de rivier de Inn dus. Dit is op weg naar de Brenner. Dit is zo het landschap in. Dit is het Tirol, hè? Tirol. Daarvoor wordt het geleidelijk aan een vlakker. Dan zijn we zowat, nemen er zowat doorheen. Hè. Het is de meer vruchtbare vlakte, hè, met appels en druiven en zo.
Dat is het mee komen hoor. Ja, hè? Zal ik hè? Lee hoor. De zon was de tunnel. Straat zo hier, hè? Ja. Ja, heel apart. Kijk hier ook velden, zitten, ja, velden. Ja. Dit is die doorgang voordat je naar... voordat je eruit komt, doet het door de midden. Er zijn geen rijschikken in Balloon en Velten, maar dat doe ik niet. Nee. Dat is die tunnel dus, zit dat? Dat is dat riviertje constant langs de weg, hè? De brand daar. Ja. Ja, dat zijn pukkels. Ja, ja. Kom maar hier. De rivier is droog. Morgen vanuit de kraan van het hotel. Ik hoor zo. Een beetje de buurt. Quella porcheria là cominciamo a parlare. Ma no, davvero che è una porcheria, c'è un odoraccio, ostia. No, no, non è che cominci, io dico che è cattiva veramente una peste. Di odore, d'animale, adesso ti ha detto. Vedi? Esatto. Non importa, no, lasci perdere quelle robe. Ti dico subito perché c'è un cattivo. In Italia, porca miseria, hanno delle leggi. Nog. Ja, van Montebloon naar de kwekerij en dan daarboven Madonna di Rocca, ja. Madonna di Rocca. Madonna di Rocca, ja. Dit is Cornuda. Ja, daar tegenover. Hadden wij daar beneden. Hadden wij een lot gekocht. Daarboven zijn we wel naar de kerk geweest. De kloosterkerk Madonna di Rocca. Daaronder in het dal hadden wij dus ons lot. In de bergen. Jan en Wilma gegeven. Die kunnen zich dat misschien nog wel herinneren. Daar staat Marie te wachten op. Oh. Oh god, ik zag, ik denk, ja, meen ik tenminste. Zo'n klein blikje dat is stoep opgekeurd, dan heb je nou een grote auto. Mooie grote buren, en dat is voor de Fiesta en auto. Kruispunt, ja, dat stiep erop wat je zei. En dan gingen we naar de kerk. Van hoe daar. Ik heb het al.
En ook meisje verstappen in Cornuda. Daar ging het naartoe. Pedroba Feltre, Pedroba waar de kwekerijen lagen. Rosetta aan het kanaal. En die kocht gebouwd uit onze tijdschriften. Kleintje hier, met een fonteintje. En daar had Maritzo spulletjes in de verkoop, Regalidea, die heet dan ook Sartos hier. Ja, daar was onze bakker. We gingen op zondagmorgen broodjes halen. Kijkje. Cornuda met de kerk op de achtergrond. Daar was onze flat. Bar Belvedere. En daarboven zagen wij. Daarboven denk ik, de derde, daar ergens. En dan gingen we wel wandelen, daar naar boven toe. Daaronder was de garage. Ja, 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 iets meer als een Fiesta. Iets meer als een Fiesta kon er niet in, hè. Ja, mooi was het wel hier op de punt. Dat hebben ze mooi opgeknapt, meisje. Ja, toen had ik gedeeld dat het nou was. Ja. Ja, daar links gewoon de safari, die loop. Daar stonden we daar, Corchetta del Montello. Daar gingen we vroeger. Als onderhoudkwarter dat je daar op achtergrond. Ja, dat is weer heel mooi. Hoge puin. Wat met Jan en Wilma. Ja, dat is al altijd een enorme stroomsnelheid. Ja, wel. Ja. Goed. Dat waren die ketting van die er gejaagd is in Santiago. Die niet jou horen. Wat zei ik? Dat je jouw roosje zien op. Mooie herfstkleur. Dus hier dit dat kanaal waar we de pizza's gingen eten, de pizzeria waren nog net. De grens, oh ja, daar woonden we. Zei dat? Omdat dit gebruikt wordt als bevloeiingssysteem. Daar zit de sluis, zie dat daaronder, ja, daar wordt de hoogte bepaald. Hè. En hier, dat is mooi begroeid. Mooi. Goed. Keurig in orde heen. Goed gemeentehuis. Ja, maar goede service. Ja, binnen, weet je, ja, achteraan moet maar ook die test. Ja. Oh, hier rijden we dan zoet. Op weg naar onze toekomstige woonplaats, hè? Maar toen dacht je ja, dat de toekomst zou zijn. Ja, in de weg dus toch? In de richting, ja, dan kun je de agenda zien, in de richting van. Maar dan naar die rok, ik zal hem aanhalen, die kun je er bovenop zetten. Ja, dat was wel mooi. Kijk eens, wel een uitzicht, hè? Op de fiets was dat altijd heel mooi. Dat hebben we ook gedaan de laatste tijd. Ja, dat waren ik de mooiste. Oh, hier hebben we ook dat keer de Brotto. Ja, ja. We hebben toen Fred Giorgio nog getroffen. Ja, heel recht was het, hè? In deze omgeving, ja, veel is er niet te beleven. Nee, nee, nee. Ja, ik zag, hè. Dat was
Ja, ja. Hier ging wel aan nee, ja. Kut, dat is nu straks toch. Is de weg hier gemaakt nog meer? Ja, is dat. Op omslag. Ja, dat hoes met dat stier, dus daar dan op de hoek. Ja, ben ik er een berg op. Die hebben waarschijnlijk twee lots gekocht. Zijn aan één. Zie dat? En daar. Ja, hier ergens onder heeft het groen, daar loopt dat, dat beekje. Ja. En dat hebben die achter. Op tuin en hier op zee dat. Ja, dat is geen tuin, daar loopt gewoon maar het water naar beneden, zie je dat? En daar zo'n dik donder dak kan bouwen en zo. Maar zo'n huis hadden wij ook dus gekregen, ja, zo is dergelijks, hè? Ja. Ja. Ja, en dan hadden we hier een berg. Degelijk gebouwd, ja, dat was leuk, ja. Heel leer Bambi toen we met Jan en Wilma, ja. Heel waar, dat wijsje. En hier mag niet gebouwd worden, dat nee. Was een voordeel, hè? Dat was wel vrede, dat was mooi, natuur. De zon lag verkeerd. Oh, dat wist wel. Ja, hier komt er nog meer aan, er is nog niemand dan, terug. Dan had je, daar hebben wij toen nog over gedacht om deze hoek te kopen. Ja, ja. Maar dan had je die twee aan elkaar moeten kopen, dan had je... Kijk, en dan op de achtergrond. En daar zat die oude boerderij. Daar hebben we naar de kerk kunnen worden boven. Zeg, maar die boerderij die is nou weg, zie dat? Daar hebben ze een huis van gemaakt. Wow, daar komt de stoep af. Die had je 6 meter, tuin. En 8 of 5 zoiets. En hun hebben nog 8 nog minder volgens mij. Dat is heel klein, ja. Maar ja, zo zit iedereen. Ja, met de fiets was dat fijn. Ja. Dan begint dat ding alweer te flessen. Ja, ja. Dan komen nu de kinderen. Verderop aan daarachter liggen de bergen waar Quero en zo de kwekerij lag. Hier vooral links staan. Door dat bochtje op de hoogte was het postkantoor. Daar hebben we postheers gehaald voor brieven te doen. In Omigo, van de kwekerij of zo op weg. Hoe moesten we dat net over? Ja, dat is mateloos mooi op een zonnige dag. En zoals gezegd op de fiets. Hier gaat over dat enge. Ja, ja. Hier ga je naar boven naar het huis van Berto. Ergens. Ja, dat ligt hier boven huis. Mateloos mooi, hoor. Ja, je fietste weer met name hier achteraan, hoor. Ja. Over de hondjes en die kippen en alles voeren. Dat is alles wat we weggooien, die keursjes en zo. Ja. Restjes. Maar dat is bijna middelier of zoiets. Ja. Sommige uur van 1100 hebben ze veel waard. Oh ja. Voor hun polenta. Hier voeren we de beertjes. Hier wonen de handjes, hè? Ja, dat ook hier is er nog, hè? Ja, denkt hè? Ja, daar zit. Ken die hier ons nog? Maar nou hebben we niks beestje. Kwispen en door. En die kippen die kwamen dan door als die stonden op te kiezen. En zo komt de achteren. Ja, daar hadden we de spullen in opslag, hè? Van ja, dan hoeven we nooit de grote weg op, en dan met de fiets kwamen we hier achteraan dan door de poort. De poort van de kwekerij. Daar. Ja, waar de paardenstallen vroeger waren. Ja, ja. En dan. Links, linksboven, achter die populieren. En daar is dat hoes van Martin van de Vallen te wonen, waar weet jij? Dat is van mama. Ja, van Familie van Martello. Daar heb je weer schrijen en opslag, ja. Ja. Ja, dan ben je daar achter op het weven. Ja, ja. Dat is de laatste. Daar zijn dus de tunnels, de investering toch nog voor een deel buiten. Moeten, ja. Ja, ja, ja. De tunnelgebouw.
kaas en de cellen. Dit is het bedrijf, Fumi del Montello. Waar we dus vroeger nogal wat tijd besteed hebben en later een jaar waarbij we hier dus woonden. Een logo. Fumi del Montello, daar is de packaging. Expeditie. En als je op de achtergrond kijkt, dan zie je ook waarom het Fungi del Montello heet. De bergen zijn nog wat wazig deze morgen. En zo liggen de cellen op rijtje. Vier van deze gebouwen. Gemoderniseerd. Even Montebluna ben. Links heb ik toen de telefoon terug moeten brengen bij de nacht. Ja. Ja, dat is mooi Groenland, mooie buren en zo. Dat hebben ze hier in Italië wel. Middenin. Montebluna. Ja. Dit is in Montebluna. Ja, ja. Daar is de schoenenzaak. Waar we nogal wat schoenen van hebben en de pantoffels. Wat is de naam? Vendramini. Ja. Dat is wat voor het meisje, hè? Even laagje kijken zo. In Italië altijd, ja, dat is mooi. Want de Dorsen is echt die hele aparte armband. Die bloedkraan, die drie zo'n spangen. Goh. Welke die? Die daar, ja. Ja, die hebben we hier al. Ja, zo'n aparte designs. En hier dat wordt van filigree, die oorbellen. Zo'n scherpe strijd. Ja, ja. En dit hier, die saffiertjes. Nu Montebluna te wandelen. Het verkeer is in Italië natuurlijk beter. Ja, dat is het Hotel Gallo. Daar zijn we vaak genoeg geweest. Ja, maar ja, wel maar ook nog, ja. Ja, ja. Afhang wel van de Pieter daar. Ja, ja. Daarachter ligt het station, hè? Ja. Wat? Ja, dan had ik. Wat? Dat is dan ook. Italië was een antieke oude Rome. Oh ja, 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 het is niet alles schoon. Soms beginnen te zeggen ze dan nog zo de zeven heuvelen. Ja, daar rijden ze er weer wat. Hè? De heuvels wat er weer zien. Ja, we rijden hier naar de buurt en de buurt. Maar daar kasteel sta ik dan net bovenop hoor. Is dan een rug? Ja, zo kan ik ze wel pakken hier vandoor. Uit. De rijkspoor, de Weder, Canoede, Mazea, die weg hier te langs. En dan zo aan het einde, de laatste waar. Aaslo, en dus de weg van Montebluna. Aaslo. Heel een mooie weg, ja. Maar die witte smaal, die brug, die al die plekjes erop. Die is heel mooi, ja. Met mooi weer. Ja. Dat is dan ook Italië, ja. In de lente waren het matig, dus mooi wetten naartoe weg. Zoals daarin, boven die burg ligt. Ja, daar werd die beurt op de laatste pukkel. Ja. En dan kwamen die hier van Venetië af met hun gevolg voor. Ja. Weekend Huske. Alle herenhuizen die verlaten liggen nou.
parkwandeling hebben gemaakt. En hier rechtsaf ging er dan naar Mazeer. Ja, weer naar huis. Nou gingen we in Hoes, ja, het laatste stuk. Hier rechtsaf, ja. Maar dan gaat alleen het kasteel. Ja. Nou, dit was toen in de lente zo mateloos mooi was. Ja, met die ja. Primelaars die wilden. Ja. Historisch centrum hier, ja. Maar mooi, door de beurs. Dat is in eeuwen al de weg, zoiets was. Ja. Maar mateloos mooi. Daar heb ik toch van genoten. Toen gingen we ook hier in de Fiesta naar boven, weet je nog? Ja. Als we makkelijk kon zitten, gingen we hier. Toen hebben we nog geen meubels. Toen was het mooi, ja. Wel de primelaars, daar weet ik nog allemaal bij joortjes, maar met name die primelaars, die waren toch zo mooi. Dat was hier rechts. Ja, ja, die draaide hier zo in de kant. Dat was. Ja, zo'n weg hebben we in Dublin niet. Nee. En die hadden een Horst ook mee. Maar dat is net de eerste rij in de huis gewoon. Wat flink spieren hebben als je hier wat fiets. Ze loopt binnen gereden. Daar waren al de huizen. Oh, die pijnbomen zijn dat, waar die lange. Ja. Zo typisch voor hier. Ah, ze loopt historisch centrum. Zo eng de straat, daar kunnen we door met twee mannen en de beurt nodig. Mm-hmm. Hier doorrijden. Oh, dat is wel goed dat de groothoek erop zit. Zo. Ja. En die vuur aan rechts, ik ga ook af voor rechts, daar bij dat hotel doen ze wel. Oh, die fontein is hier met Jan weer mak geweest, bij de nacht. Die hebben we ook gedoken. Ja. Dit is heel oud, hè? Mm-hmm. Middeleeuws. Echt middeleeuws, ja. En hier aan het einde? Ja, daar is het hotel door, ja. Aan het einde. De geraniums ervoor. We hebben ons daar neergevrongen, zo is dat hier. Nou, de boven leed zo'n mooi optrekje waar. Zijn er begint de batterij alweer te flashen. Oh ja, mooi zo'n plek. Het lukt net 12 uur middag. Hier hebben ze een klokken. Ja, van binnen is het prachtig. Prachtig, ja. Dan moeten ze er gaan en zeggen. Heb je geen gehad? Geen seksfilmen, hè? Nou, wie mocht dat in Italië? Jos zit dat niet. Dat is het hotel. Dus. Ja, wel. Ja? Toch wel. Ik heb een cappuccino, hoor. Dat is een klein.
kaartje. Wat is die kerk in? Ik ben daar zo. Zie je nog? Wat een spul van met de kapje. Er lag een vlaggetje op de broodje. Nee, dit is bij de kerk van Azelo, hè? Van bovenaf naar beneden gezien. Mooi opgeschilderd met dat goud, he. Het is vandaag heel heilig, hè, dus er is niet zoveel te zien. Ja, de ingang van de kerk, hier boven die deur, dat is mooi. Ja. Ja, je ziet niet elke dag natuurlijk een Maserati. Hier staat dan zo'n beest, hè. Kun je dat merkje zien, hè, die drie tand. Wat noemen ze dat? Neptunus? Neptunuswerk, hoor. Ja. Ja, dat is nog de andere straat achterweg, hoor. Ja, als je eruit rijdt. Middeleeuws, alles. Ja, maar daar zien we hem doorgaan. De Fiesta is net groot voor hier rechts, hoor. Ja, vroeger met Peer de Wagen ging dat beter. Ja, als je tenminste geen groot paard had. Ja, loom, Peert. Ik heb een bel te knallen. Die zei wanneer ik had. Maar die gaan hier ook aan de kant als ze passeren. Mm. Ja, oh ja, ja, dat kennen ze, ja. Die reageren hier. Dan moet ook wel hier achter hem draaf rijden. Dat is een mooi gezicht, ja. Ja, einde Azelo. Bij het rood. Gewoon een middeleeuwen, ja, en dan in 1995. We kunnen dan ook zitten te boeren, mais en een middeleeuws hoes van 1300 of zo met de ganse familie. Oh ja. Dat woont er daar. Ja, als de achterkant van Azelo. Nee, de Azelo ligt links, hè? Nog wel, ja. Dat is net op de grens, Mazeer, Azelo. Dat zien we toen een keer heel in het begin met van Jasco heen geweest. Maar dat kan je wel even anders doen. Maar daar hebben we toen een tour gedaan met de Rotary Club van Azelo. En er is er heel veel zee, met de Altraan. Dit is zo'n oud landhuis en die kan er nog van mij heen in het weekend. Maar geen verwarming en niks, de badkamer is een probleem. En met een gezelschap toen met een Venetiaanse prins waar dan ook bij. Ja, goed te verbeven, verween, verpersoneel. Die kan nog een keer verbeven. Dat ligt er dan overal in het landschap. Die ligt er niet zo veel. Dat is dit blikje. Maar zeer. Dat ligt toch Canoda, hoor. Overal plaats ik maar zeer en dan hier deze weer. Daar staan die boompjes. Daar heb je denk ik die jongen van gesneden, ja. Die staan hier allemaal op stam, hier, verschillende kleuren weer. Die witte meegenomen, hoor. Ja, dat weet ik niet, toen moest hij nog springen. Oh ja. Die staan witte. Ja, die dubbele witte hebben we hier nog wel. Is dat deze? Ja, dat weet ik niet meer welke dat is. Het lijkt wel, ja. Horloge, ja. Die staat zich al steeds nog, ja. Frans Mazeer heeft hier die vrienden op de weg. Die hebben hier op de moor. Ik heb nog wat, is het zo mooi? Ja. Ontzettende oude gebouwen. Links nog, ja. Ja, dat ligt allemaal te liggen, waar? Oh ja, er wordt wel aan gewerkt, nou. Dus.
wordt dat gerestaureerd. Ja. 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 Het rovergebied. Gaan we hier overal, hè. Heer, daar was hij aan het restaurant. Ja. Nog zo'n mate is mooi om naar het werk te rijden, wa? Ja. Als ik met Essie naar Quero ging, dat ik weer kreeg, rechts onder die haven. En dan hier door die berg, dat was een mooie, ja. Dat was de mooiste weg die ik ooit naar het werk gereden zie. Je. In de lente. Mooi weer. De weg naartoe wel mooier als de kwekerij door. Dat tocht in het dorp hoor. Ja. Oh, hier is dat eerste stuk waar we, ja, dat heb ik nog niet gefilmd hoor. Ging helemaal met de meloen de weg hoor. Ja, ja. Toen ik op tijd. Echt in de berg hoor. Ja. Hier rechtsaf ging je naar al de bejaarden aan, als je praat. Van een ziekenhuis om daar staan. Ja, de onderneer weer. Ja. Ja, het is heilig vandaag. Je kunt de berg toch nog zien op een achtergrond. Ja, we gaan rechtsaf naar Quero. En dan kun je van daar even lampen. Je bestkast er vandaan. Lampedari pakken als je ja. Wil. Aan de lampedari lijkt heel donker in boven. Ja, maar dat kan van niks gewoon, dat denk ik wel. Ja, we gaan niet anders naar de kwekerij. Dat ging hier muur door het dorpje en dan. Ik ben er echt zo. Hier staat jouw hibiscus. Ja, ja. Ja. Dat was goed stappen en kijken. Ja, daar zit er een mooie naan aan die heg, zoals we ze hebben. Hier de heg dus, daar aan de onder. En dat is van een neef van Tommaso. Ja. Ja, daarachter staat het Champital. Ja. Hier aan de weg naar op de bocht dus. Die lampen daar, waar we lampen van hebben en onze Jan heeft er dan gekocht met ons doen. Ja. De rens dus. Dat is het. We hebben de lampjes weg.
Anneke en Janneke onder de PAP. Komen ze dus de Piave naar de zee, het ganse dal. Het is een mooi gebied, ja. Jammer dat het nou heilig is. We zitten er alleen. Ja, zo heb je gespaard. Dat is dit Fiesta. Die waren hier al dukker. Dus we zijn in Valle Bejaardene. Zeker dus wat Pieter gelegen heeft toen we ook een paar keer per dag gaan rijden. Het ligt er onder achter, ja. Zo, we zijn wel. Natuurlijk wat we hier op te dalen. Ja, is het heel rustig. Daarboven heb ik ergens gelegen. Ja, welke kant werd ook bij mij? Ja, aan de linkerkant. Maar ik weet niet hoe wij er precies ingegaan zijn. Nee, want je gaat door de poort. Door de poort en daar komt de. Kunnen nog even door de poort in. Ja, maar je hebt de wagen door de poort naar binnen lopen dus. Door laag je daar, hè? In 1989 tussen kerstmis en een jas. Ja, die jaren warm je niet. Verder voor die. Een prachtige tuin erbij. Dat is best een mooie omgeving. Een mooi park. Het lag zo rustig hier. We hebben een groot gehoord hier. Of het is de binnenkant of een palmboom. Dan lijkt het dat de poort naar boven moet zitten. Daar rupt de patiënt, hè? Hè? Kom ze bij het hotel daar. Kom het doos. De Gorto in Veneer. Dat is mooi hoor. Dat is mooi. Ja, ik kijk er weer in. Ja, als je naar boven kijkt. De Santa Maria. Kom gewoon naar Diek weer. Ja, eerst. Ruig. Mooi ruig, ja. Daar is zo niet laatst al licht. Dat is wat mooi in het film. Het wordt er wat brokkiger als je de dolomiet ja. Eruit. Die dolomietiek. Ja, dat is nog een keer een terugblik op. En zo hangen er daar van die kleine geurtjes tegen de bergwanden. Ja. Ja, dat hebben ze hier. Mooier als bij ons. Volgens mij zijn het lindenbomen. Hè? Opgesnoeide lindenbomen. Mooi zo'n mooie kleur. Je veld erin, hè? Ja, ik ben net te rood geweest. Allemaal afgezaagd, zo. Die zijn allemaal opnieuw uitgerold, zie je? Aan de stad. Maar die ganse weg, zo. Ja. Al is er vlak daar liggen dan de dorpjes. Ja, ik ken. We hebben al goede weg hier. Ja. Het
stradale. Dat het wel door die berggebieden. Dat is dat hele ruige van die Dolomieten. Richting. Die rivier hier, dat is de Brenta. Ja, hier is de Brenta, daar kun je wel de bier hebben. Dat ligt erop nou, dat is ook wel mooi. Ja, ja. Pukkels. Noord-Italië. Ja, op de oude baan, op de Brenta. Ik weet niet hoe ze dat daar op die rotsen gezet hebben. Ja. Goeie verdeling. Mooi licht nou, mooi zonnig. Ja. Dat is dat allemaal mooi. Kerkje. Het water komt door de berg. Ja, we hebben buitenom. Dit is de autobaan achter Innsbruck. Het is een beetje donker aan het worden nou. Ja, niet omdat het zo laat is, maar een beetje bewolkt. Half drie is het. Ja, ja. We hadden een flinke opstapping. Daarom is dit naar Duitsland, maar dat moeten we niet doen. Nee, nee. Ja, ja. Zo gaat het richting Telfs, Zernpaas. Het zijn lelijke knabbels hier, hè? Dat is goed als ik de Dolomieten. Inderdaad, ik heb hier wel over. Ja. Op de hamer. Ja, zo kan het natuurlijk ook. Ik denk dat we komen weer op Nederland. Ik wil nog kijken van mijn leven. Ja. Ja, het zijn mooie plaatjes, maar dan wordt het niet zo regenen. Als dat staat bijvoorbeeld. Er is daar boven nog sneeuw op de bergen zitten. Ik weet niet of de camera het ook ziet. Het schijnt daarachter een beetje lichter te worden. Minder te worden. Ja, over 3,5 euro. Dus op 2,8 kilometer stond TV. Ja. Dan moeten we net de tunnel weer uit. Ja, ja, dat is toch mooi. Zo staat er bij. Holsteinzee. Ja, dat is dat.
strepen eind. Ja. Er ligt wat sneeuw bovenop. Oh ja. Dit was de galerie in. In de buurt van Hockenheim daar ergens, hè? Ja. CPM staat er, ja. Ja. Maar de vakantie is ook zo wel afgelopen. Mm-hmm. Mag de tape ook wel vol zijn, hè? Nou. Hè? Bijna. Proost, ja. Water en brood, hè? Een soep, lekker soep. De knappe, wat me gewoon mijn hoest.